Flemmings kwam in het seizoen 2009-2010 voor 1,8 miljoen euro over van KV Mechelen. Na twee seizoenen NEC is hij uitgegroeid tot de absolute publiekslieveling in Nijmegen, zo zegt de club. Op dit moment voert de aanvaller de topscorerlijst aan van de Eredivisie met 18 treffers. Het vertrek van de spits doet pijn, maar vreugde over het enorme bedrag dat de transfer oplevert overheerst. Ja, daar word je wel gelukkig van, omdat het denk ik voor de club de juiste prijs is. En als NEC zijnde zeg maar ook daarop in ieder geval op deze transfer een mooie winst maken. De Belgische spits is erg blij met zijn overgang naar Club Brugge. Flemmings wil het huidige seizoen op een mooie manier afsluiten en aan het einde van de competitie bovenaan de topscorerslijst staan. Als hij meer dan 20 doelpunten scoort, gaat Flemmings de boeken in als de topscorer van NEC. En ook al staan de 3,3 miljoen nog niet op de rekening van de club, NEC weet al wel wat ze ermee gaat doen. Financieel hebben we het moeilijk. Dus van dit bedrag ja, zal een stuk gaan teruggaan naar investeerders. En een groot gedeelte zal in de tekorten of in de schulden gaan zeg maar, om dat te kunnen aflossen. En er blijft een gedeelte over wat weer in mijn portefeuille terecht gaat komen. Dus dat betekent alsnog weer gewoon creatief te werk gaan. Het NEC-publiek hoeft dus niet op een nieuwe miljoenenspits te rekenen. Flemmings tekent een contract voor 5 jaar bij Club Brugge.